In de Nijmeegse Biezenstraat was in de nacht van dinsdag op woensdag een autobrand. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak is, maar vermoedelijk is de brand aangestoken. Rond 1 uur kreeg de brandweer melding van de brand. Het voorste deel van de parkeerde Suzuki Swift kon niet meer worden gered. Wel kon worden voorkomen dat de hele auto uitbrandde.